Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, heeft op dinsdag 24 mei een bezoek gebracht aan president Chandrika Persat Santokki. Het bezoek had tot doel de samenwerking tussen Suriname en Nederland op een aantal gebieden meer gestalte te geven. Burgemeester Halsema werd vergezeld door Jan van Sanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op het kabinet van de president hebben partijen van gedachten gewisseld over het op een moderne manier invulling geven aan de wederzijdse relatie. Het verdiepen van de samenwerking is in het belang van beide landen. Als land, als nieuwe regering, zijn we bijzonder geïnteresseerd in projectmatige samenwerking, in investeringen. Maar ook zaken die bij beide samenlevingen heel sterk liggen. En dat is wat we gezamenlijk delen. Namelijk een territorium bij u met beide samenlevingen van Nederland en Suriname. Ook hier in, dat vergeten we heel vaak. Ook hier in Suriname delen we samen territorium met Surinamers en heel wat Nederlanders. En dat is eigenlijk wat ons bindt en altijd zal blijven binden. Maar tegelijkertijd moeten we ook beleid gaan ontwikkelen. Heel hartelijk dank dat u ons welkom heet. En wij voelen ons ook zeer welkom. Voor ons is dit ook een heel belangrijk bezoek. Als ik voor mezelf spreek, Jan zal zeker ook iets voor zichzelf willen zeggen, is de historische band tussen Suriname en in het bijzonder Paramaribo en Amsterdam is bijzonder. Het is een band van pijn. Er is natuurlijk Suriname leed aangedaan in het verleden, maar het is ook een bijzondere en een vreugdevolle band. Wij zijn zeer geïnteresseerd in de politieke ontwikkeling van het land, de economische ontwikkeling van het land, maar ook in democratisering, in de ontwikkeling van goed bestuur. En daar waar wij kunnen assisteren, en daar waar wij kunnen kennis kunnen uitwisselen, zullen wij dat heel erg graag doen. Dus nogmaals, dank u wel en wij verheugen ons enorm op de komende dag. Nou, laat ik zeggen dat ik ongelooflijk blij ben om opnieuw na een jaar of 13 weer in Suriname terug te zijn. Wij vertrouwen op de regering Santokki en hopen dat de samenwerking tussen Amsterdam en Paramaribo en Suriname aanzienlijk versterkt kan worden. Politiek, economisch en vooral in samenlevingsopbouw. Vandaag gaan we ook op het niveau doen van de gemeenten, twee grote gemeenten, Den Haag en Amsterdam. En ik zie de bereidwilligheid om heel ver met ons samen te werken, ook op het niveau van de samenleving, ook op het niveau van de districten. En dat is wat we nodig hebben. Vooral in deze tijd, waar we geconfronteerd worden met veel wateroverlast. En Nederland heeft een historie aan expertise, aan kennis, deskundigheid opgebouwd om goed watermanagement te doen, water te beheersen. Dus daar hebben we ook bijstand gevraagd om ons daarbij te ondersteunen. Maar ook dat we hier een land zijn, oil en gas, laten we ook daarover gaan praten. Agrarische sector, er gaat voedselschaars ontstaan in de wereld. Laten we daarover samen gaan praten en samenwerken. Dat is de richting. Er is een team hier zo van waterdeskundigen. Dus met hun gaan we ook apart praten. En, ja, maar we hebben ook officieel gevraagd, dat die opdracht heb ik gisteren gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken, om met de Nederlandse regering mogelijkheid te bekijken. Om ons te ondersteunen bij de crisisbeheersing als het gaat om inzet van materieel, bijvoorbeeld helikopters of vliegtuigen om die binnenlandse gebieden te bereiken. Ja. Maar ook deskundigheid om ons te ondersteunen voor wat betreft de dam en ons te helpen vast te stellen wat staatsolie al gedaan heeft. Maar het is altijd goed om een second opinion te hebben en dat willen we doen met de internationale deskundigen van zowel Brazilië als van Nederland.